We hebben voor TNT Express 207 miljoen euro in de laatste 4 jaar bespaard. We hebben ruim 283 miljoen kilo CO2 bespaard. Even ter indicatie, dat zijn 1000 trucks die 7 keer de wereld rondrijden. En dat betekent dus ook, zeg maar, ook maatschappelijk gezien, ook nogal wat in termen van verminderde congestie, et cetera. Onderzoek geweest naar zeg maar de wereldwijde stromen van pakjes van TNT Express. Nou, 1 pakje gaat van een klant bijvoorbeeld in een stad in Denemarken naar een dorpje in Spanje. Dat is bij wijze van spreken 1 pakje, maar een bedrijf als TNT Express moet ongeveer 1 miljoen van dit soort pakjes over de hele wereld vervoeren, elke dag weer. Dat zijn geweldig complexe stromen, dat moet heel goed georganiseerd worden. En dat gebeurt in een keten van depots en hubs. En hubs, dat zijn in feite de hele grote sorteercentra die wereldwijd staan. Wat wij doen is met wiskundige modellen die stromen optimaliseren. En nou, daaruit komen, zowel op strategisch als tactisch niveau, komen andere oplossingen dan ze vandaag doen. En ja, dat is het punt om dat dan ook werkelijk ingevoerd te krijgen. Kun je een voorbeeld noemen van, betekent dat dan minder vrachtwagens of locaties op een andere plek? Waar praten we over? Nou, het betekent bijvoorbeeld, als je kijkt naar het strategische plaatje, dan betekent het bijvoorbeeld dat we de depots iets anders neer gaan leggen. Als we meer kijken naar een tactisch plaatje, betekent dat we bijvoorbeeld minder vliegtuigen inzetten, omdat we de vliegtuigen slimmer laten vliegen of op iets andere tijden laten vliegen. Nou, er zijn tal van mogelijkheden, maar het kan ook zijn de busjes in de binnenstad. Dus TNT is ook bekend met hun fietskarretjes door de binnenstad van Brussel en aan andere grote steden. Een zeer CO2-efficiënte oplossing. Maar dat zijn de typische dingen waar je naar kijkt. Nou, als je kijkt naar expresssystemen, dan zijn 2 dingen heel erg belangrijk. Dat zijn kosten en tijd. En ze lopen helaas niet in dezelfde richting. Tijd is heel erg belangrijk omdat de pakjes binnen een zeer kort tijdspanne, zeg maar, geleverd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan bloedmonsters voor ziekenhuizen, bepaalde auto-onderdelen die naar autofabrieken moeten zodat de autofabriek niet stilvalt. Dat zijn hele duidelijke voorbeelden van waar tijd een enorm belangrijke rol speelt. Aan de andere kant de kosten van een systeem. Je kunt alles rechtstreeks gaan rijden, maar dat wordt een superduur systeem. Je kunt met alles wachten en het 1 week laten liggen en dan heel sterk consolideren. Dan wordt het een heel goedkoop systeem, maar dan komt niks op tijd. De waarheid ligt ergens tussen in het midden. En dat is wat we met onze modellen onderzoeken. Het is natuurlijk op de eerste plaats al een onderzoek wat al 7,5 jaar loopt. En als ik een aantal belangrijke factoren erin zou moeten aangeven, is toch wel de eerste dat het management zeer overtuigd moet zijn en dat ze zo'n onderzoek willen. Het heeft nogal wat consequenties. Als modellen aangeven dat je iets anders moet gaan doen, dat je het ook daadwerkelijk anders gaat doen. Je hebt een hele belangrijke drijvende kracht binnen de organisatie nodig. Nou, in dit geval had ik een fantastische sparringpartner, Marco Hendricks van TNT Express, verantwoordelijk voor strategie, waarmee we dat heel goed konden doen. Dat betekent dat meer vervoersbedrijven hier waarschijnlijk baat bij hebben bij een onderzoek naar operations research. Ja, dat denk ik ook. Mijn stelling is ook dat veel te weinig bedrijven dit nog toepassen. Maar ook buiten vervoersbedrijven zijn er enorm veel bedrijven die dit zouden kunnen toepassen. Denk aan productiebedrijven, servicebedrijven. Kijk, want operations research is toch in feite het vakgebied wat gaat over het optimaliseren van resources. Resources is dan de mooie Engelse verzamelnaam voor mensen, voor tijd, voor kwaliteit, voor grondstoffen, etc. Je hebt er zelfs een prijs mee gewonnen. Ja, klopt. We hebben in april in Los Angeles hebben we eigenlijk de belangrijkste prijs in het vakgebied van toegepaste operations research gewonnen. Dat is de Frans Edelman Award. En dat hebben we tezamen met de partners in dit project. Dat zijn Trias Nimbas, de Universiteit van Tilburg en Ortec. Ortec is een leverancier van software systemen uit Gouda. Hebben we dit tezamen met TNT gewonnen. En daar zijn we bijzonder trots op.